Zo zag Leeuwarden eruit bij het begin van de zwaarste Elfstedentocht in de geschiedenis. Om 5:30 precies bonden 577 wedstrijdrijders op het Van Haringsmakanaal de schaatsen onder. En spoedig daarna gingen ze bij een temperatuur van 15 graden onder nul de mistige duisternis in. Toen het eerste daglicht kwam, had zich uit de massa een groep van ongeveer 20 losgemaakt. Die 20 hadden toen de grote meren al achter de rug en reden over ijs waarin men de scheuren nu tenminste zien kon, via Staveren naar Hindelopen, waar ze 4 uur na het vertrek uit Leeuwarden dik onder de Rijp aankwamen. In Hindelopen moesten de rijders over de zeedijk naar de haven lopen. Klunen heet dat hier in Friesland.